Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij No Limits aflevering 32 en we gaan er weer in vliegen in 2016 met heel veel nieuwe afleveringen, althans dat hoop ik dan toch. En ik heb er weer zin in. Ik heb weer drie achtbanen voor jullie klaarstaan, de Dark Force, de Lightning Racer en de Skyrim. Maar beginnen gaan we met de Dark Force. Er staat nog een foutmelding in beeld, die klikken we nu even weg dan. Huppla. Oké jongens, de Dark Force. We gaan erin vliegen. Dit is een lanceercoaster. We zitten met beugels, met schouderbeugels vast, dus ik vermoed dat we een versie krijgen en ik heb het ook juist. De eerste versie is een looping. We wachten op het startshot. Daar gaan we jongens. Launch en hoppla. We scheuren met, ja ik weet, ik zag niet precies, ik zag iets rond 100. We scheuren door de bocht en we worden afgeremd en we halen de kurkentrekker niet, zo te zien. Wacht eens even, wat is er mis met deze achtbaan? Je gaat toch niet zeggen dat hij echt helemaal niet haalt? Hij staat hier nu stil. Hij staat hier nu gewoon stil. Dat wil zeggen dat hij dit niet haalt door die remmen. Dus de maker van deze achtbaan is de fout. Heeft de fout. Oh, ik zit een boel. Dus hij heeft hier remmen gezet. Eerst hier en dan hier. En die moesten niet komen. Ik zie daar in de verte een treintje. Ik weet niet precies wat de bedoeling is. En ik krijg een melding dat de Oké jongens, dit is een moment. Achtbaan crash 2. Dit is de tweede achtbaan crash in de hele... Ja, dat maakt niet uit. Dit is dus de tweede... Dit is dus de eerste achtbaan crash in de hele serie. En door op F dingen te drukken gaat mijn FPS tellen van de opnames naar de andere kant. Ik moet hem even zo zetten. Dus hij heeft hier de maker remmen naar remmen gezet. Dat klopt dus niet. Foutje misschien. Ofwel iets van, ja, het klopt alleszins niet. Goed, we gaan even de baan even gewoon afmaken. Dus hij ging hier nog met een kurkentrekker. Dan ging hij door een tunneltje in een cobra rol. En dan mis ik hier. Oh nee, laat maar. Ik zag er nog steun niet staan. Gaan we uit de cobra rol. Wat krijgen we dan? Een stukje blokremmen. Dan maken we hier nog een bocht met een heuvel en dan komen we dan daarna wel aan met de final breaks. Ik vind het jammer dat deze coaster hem laat afweten. Eerlijk gezegd, dat vind ik echt heel jammer dat deze laat afweten. Hij zag er nog wel spectaculair uit. Ik had er toch wel wat van verwacht jongens. Lekker snel, hij ging toch in het begin lekker. Maar ja, niks aan te doen. Foutjes, dat kan altijd gebeuren. Maar we gaan die fout achter ons laten. Helaas staat de Dark Force op de laatste plaats. Maar we zullen zien wat er van komt. Want we hebben nog twee achtbanen. En we gaan gewoon verder. Dus die ene achtbaan is er niet geweest. Wij gaan nu gewoon verder met de Lightning Racer. En daar gaan we jongens. Lightning Racer. We krijgen een houten dueling coaster zo te zien. Dueling coasters zijn echt altijd leuk. Let's go jongens, we zijn groen tegen rood. En ik moet zeggen, hij gaat precies wel redelijk hoog, maar hij gaat toch wel redelijk hoog. En zo te zien ligt het ene karretje al voor. Oké, we gaan even kijken. Oké, jongens, wat ik hier zie is een fout van de maker. Oké, dit is een heel zware fout. Maar dit las ik wel op de RCT Go's pagina, op de site, las ik die fout. Had gezegd, oh mijn excuses voor de domme fout die ik op het einde heb gemaakt. Hij heeft dus de twee banen omgewisseld. Hij heeft dus eigenlijk omgewisseld. Normaal moest het, ja, jullie weten wel wat ik bedoel. Hij heeft de ene baan op de andere aangesloten en de andere op de ene. Andersom dus. Maar daar gaan we. Met 83 km per uur liggen wij nog altijd voor. We gaan nu van elkaar weg. We gaan door de grote bocht. Leven we nog altijd voor? Nou, nee, precies niet echt.
We hebben de binnenbocht, dus wij hebben afsnijding. En nu gaan de beide banen dus een beetje apart. We komen hem hier tegen, hallo. Ik zie eigenlijk helemaal geen bomen en shit, dat is wel jammer. Kon hier nog wel wat gedaan hebben. Niet dat het, ja, we houden hier wat foutjes met ondersteuning. Kan hij zelf niks aan doen. Is no limits, die zet de ondersteuning neer. Via de generator hebben jullie wel gezien in mijn tutorials. Maar, jongens, trappen jongens, kom op. Nee, we hebben het niet gehaald. Helaas. Pindakaas, we verliezen deze intense achtbaanrit. Vind ik wel jammer, dus hier gaan de treintjes door elkaar. Normaal moest het groene treintje dus gewoon hier gaan en het rode treintje hier gaan. Dus hij moest dit hier connecten en dat hier connecten. Dat heeft hij dus fout gedaan. Ja, kan gebeuren jong. Kan helemaal. Kan altijd gebeuren. Nou jongens, over de layouts. Die vond ik echt fantastisch. Vond ik echt heel erg leuk. Excuseer. Die vond ik echt heel erg leuk. Mooi. Lekker snel ging hij ook. Rond de 80 per uur. 86. Zoiets zag ik dat ik net zag. Oh. Ja. Niks om aan te merken eigenlijk. Alleen op dat klein dom foutje. Maar dat zijn foutjes. Daar, ja, daar kom je pas naderhand achter als je het geüpload hebt. Soms. Maar voor de rest geen minpuntjes op dat eindfoutje na. Maar jongens, kan de Skyrim de Lightning Racer nog inhalen? We zien het over een paar seconden. En we hebben weer die foutmelding in beeld, helaas. Daar gaan we jongens. De laatste dag voor deze aflevering alweer. De Skyrim. En we gaan met 6 km per uur heel langzaam omhoog. Ja jongens, dat kan sneller. Magic jongens, kijk eens aan. We zijn al boven. Magic. Daar gaan we. We storten naar onder met 103 km per uur. Gaan we weer omhoog. Verliezen we wel heel wat speed. 50 per uur mis. Halen we eruit. We gaan bijna met weer 100 km per uur. 97. We gaan door deze krappe bocht. Kan er wel. We maken weer een nieuwe heuvel. We gaan weer omhoog. We gaan weer remmen en dat is precies weer zo'n remstukje als bij die Dark Force. Riskant jongens. Dat is echt een riskant stukje remmen. En dit is een heel brusk stukje remmen. Maar goed. Jongens, ik denk dat het wel al te goed duidelijk is. Ik doe verschillende soorten achtbanen. Maar Woody's, dat zijn toch nog altijd heel erg leuke typen. Achtbaantypes. En dit is ook een fout, kijk jongens. Karretje raakt ander karretje. En dat kan normaal niet. Dus die bocht is te scherp. Minpuntjes, minpuntjes, minpuntjes. Wel positief is die ondersteuning. Ik zie maar 4 voeters voor 1, 2, 3, 4 aan. Voor 4 punten hier ook. Voor 2, 1 voeter. Dus 2 voeters, ja. Dat is allemaal positief dan wel. Ja, voor de rest heb ik hier niks om aan te merken. Maar alsnog is het voor mij te duidelijk dat de Lightning Racer wint. De Skyrim komt op de tweede plaats te staan en Dark Force helaas ten laatste. Dus dat ging even mis. Oké, dames en heren, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering. Vergeet ook zeker niet te stemmen. In de beschrijving staat de straatpoll voor aankomende zaterdag welke game we moeten spelen. Hij staat een ganse week in de beschrijving. Dus tot, hij staat ook nog vrijdag, hij staat echt tot de stream in de beschrijving. Jullie kunnen blijven stemmen. Ik weet momenteel niet wat de tussenstand is, moet ik eens even kijken. Laat ik jullie vrijdag waarschijnlijk wel weten in de eerste Minecraft Challenge. Dan heb ik nog maar 1 ding te zeggen, het zijn mijn standaardwoorden. Nog een fijne avond en graag tot de volgende video. Later!